Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met wolkenvelden boven ons land. Af en toe valt er een druppeltje regen uit in het noorden. Verder is het op de meeste plaatsen droog. En af en toe weet de zon ook een gaatje te vinden. Vanochtend temperaturen van 16 of 17 graden. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag loopt de temperatuur wat verder op. Het wordt 19 tot maximaal 23 graden. Wolkenvelden... Hier en daar een beetje zon. In het noordwesten blijft het waarschijnlijk droog. In het binnenland kan wel een enkele bui vallen. Wat wind betreft verandert er weinig, ook niet in de avond. Maar dan neemt van het westen uit wel de bewolking toe. En er komt een actieve neerslagzone over ons land. Die brengt tot morgen rond het middaguur op sommige plaatsen meer dan 30 mm regen. Morgenmiddag wordt het van het westen uit droog. Begint het langzaam op te klaren. Het blijft bij 16 tot 18 graden en een stevige uiteindelijk noordelijke wind. De donderdag is dan weer een heel ander weerbeeld. Met zonnige momenten. Het blijft droog. Het wordt 18 tot 21 graden. Vrijdag is de kans op buien weer veel groter. Zaterdag is het weer vaker droog. En vooral zaterdag hebben we toch ook af en toe wel weer de zon. Temperaturen liggen in het algemeen rond de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.